Kijk, als je puur kijkt van de behoefte om te weten wat er nou precies gebeurd is en waarom daar nou ingegrepen is, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Want het klopt inderdaad, er zijn maar 3 redenen waarom in te grijpen op een demonstratie. Je noemde ze net, hè, gezondheid, verkeer en openbare orde. Ik kan er ook niet direct zien wat daar nou precies speelde. Dus ik ben daar ook wel heel erg benieuwd naar. Maar waar ik wel bezwaar tegen maak, is de toon waarop het mee gebeurt. En dat er ook gelijk een conclusie wordt getrokken, dat er blijkbaar met 2 maten is gemeten, zonder dat mensen de feiten weten. En dan moet ik toch wel vaststellen dat het echt een patroon is dat het in de gemeenteraad gebeurt. Dat heel snel zo'n oordeel wordt geveld. En dat het altijd samenhangt met of een partij wel of niet de inhoudelijke boodschap van zo'n partij steunt. Het feit is dat mensen zijn opgepakt. En feit is dat er wel vaker al wel heel streng en heel hard is opgetreden richting je weet niet of er een goede reden voor was om dat te doen. En daar stel je volgens mij ook die schriftelijke vragen om dat te achterhalen. En daar de burgemeester verantwoording over te laten afleggen. En maar eigenlijk doen die vragen er niet eens toe. Want er wordt al een oordeel geveld. Namelijk dat er 2 maten zou zijn gemeten. Nee, wat feit dus waarom is, stel je de vragen dan? Feit is dat de VVD ook hele duidelijke opvatting heeft over wat er in Duindorp is gebeurd. En daar ook vragen over stelt. En als je kijkt de manier waarop er is opgetreden vanuit de overheid richting Duindorp en de manier waarop er is opgetreden nu in deze specifieke situatie met Extinction Rebellion, dan is dat wel heel opvallend anders. En dan durf ik inderdaad de stelling aan, er wordt met 2 maten gemeten.